Dat is even wat anders dan de mediacentrale hier, hè? Dat is inderdaad wat anders dan de mediacentrale. De katholieke kerk in Ter Apel. Vandaag met Marjolein. Dag Marjolein. Goedemorgen. Ja, je bent al eerder mee geweest en vandaag weer. Ja, gezellig. Vandaag dus op pad met de kerststukjes en het Lazien. Jij hebt daarvoor Roelie opgegeven, want daarom zijn we dus in Ter Apel. Ja, dat klopt. Ja, wat is het verhaal van Roelie? Nou, zij is alleen. En ik vind in deze tijd zijn ze ook veel alleen. En wij komen normaal altijd twee keer in het jaar bij haar op visite. En door de corona mogen wij daar dus niet komen, omdat ik niet gevaccineerd ben. En dat begrijp ik ook volledig. De wijkverpleging die was er eigenlijk op tegen. Ja. En toen zag ik dit langskomen. Ik denk, nou, dit is een heel mooi idee om haar daarvoor op te geven. Want doordat je niet bent gevaccineerd, ben je er even niet meer welkom? Nee. Omdat de groep, dat zijn oudere mensen natuurlijk. En daar heb ik ook alle begrip voor, hoor. Ja. Dat is prima. Bewuste keuze geweest, niet vaccineren? Een hele bewuste keuze, ja. Maar ik vind het toch heel leuk om dan, dat wij dan toch iets doen. Dat jullie iets doen. Ja. Nou, wij gaan iets doen. Want Marjolein heeft inmiddels een heel mooi kerststukje uitgezocht. Dan begrijp ik, dan gaan wij naar Roelie toe, want zij woont om het hoekje. Ja, ze woont hier om de hoek. Ze is in de 90. Ja. Ja, kerst, een beetje alleen. Ja. Ik bedoel, het hele verhaal kan ik eigenlijk wel invullen. Ja. En dan is de bedoeling dat jij even buiten blijft staan. En dat je toch in zwaait, geloof ik. Ja, dat gaan we even doen. Toch even een soort contact. Jan er ook met. Bij, want Jan gaat ook en Jan, mee. En Jan gaat ook mee gewoon. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Die kan dat toch? Ja, denk het. Nou, dan gaan wij naar Roelie. Maar Marjolein, we hebben het er net over gehad. Hè. We zitten met de nieuwe regels. Ja, want het is gisteren naar twee personen gegaan. En wij zijn met één te veel. We hebben z'n drie noteren. Ja. Dus, hebben we nog niet eens bedacht. Want als ik ga met jou, dan zit ik wel op twee. Precies. Dus dan kun jij dus niet mee. Nee. Nee. Dus dan geef ik deze maar aan jullie. En dan moet jullie Roelie maar heel blij maken. Hallo. Kom eraan. Zeg nog niks. Alhoewel Ter Apel en liften. Daar hebben we geen goede ervaring mee eigenlijk, Tere. Niks aan de hand. 1,90. Hier is het. De deur al open. Wat is dit? Ja, sorry. Ik heb me voorstellen dat je denkt van wat is dit? Ik ben Ronald van TV Noord. Ja, dat zei ik wel eens. Van Expeditie Grun. Het is veel groter dan alleen dat bedrijf. En ik heb een kerststukje heb ik voor jou metgenomen. En er is een die wil dat kerststukje al groeg aan jou overhandigen. Omdat ze het persoonlijk naar Ken Down. En wel is dat. En dat je ons een berichtje stuurt. Dat voor 10 jaar inzet, dat is de grootste angst. En die. Dat ze misschien nog niet redden. Je wordt een beetje emotioneel van. Ja. Zal we hem nog bekond houden, gewoon? Hoi. Hoi. Ach, wat mij. Hallo. Hé, hey, ik ben een beetje. Ja. Ah, mooi. Ik had liever dat je hier even kwam, hè, maar ik ken het, ja. Ja, ik doe het niet waar. Ze bent nooit gevaccineerd, dus het mag nooit. Mag nooit, nee. En ze wil zo graag eigenlijk ook even langskomen. Nou, vriendelijk bedankt, hè. Doeg. Doeg, Luis. Je bent de rol van, zeg je net. Ja. Ja. Daar had ik allemaal niet rekend, ja. Nee. Want ze heeft me beeld, ze wilde komen. Ik zeg, ja, ik kan het niet maken, man. Die zusters lopen niet voor mijn baan. Ik zeg, en jullie willen niet ingespoten worden? Ik kan het niet maken. Ik kan het krijgen, maar die dames die hier lopen, kan het ook krijgen. Ja. Ja, door hem zijn een bewuste keuze gemaakt om nooit te vaccineren. Ja, en is dit het gevolg? Dus ze zeiden van, ja, wie wil toch wat down, toch hem laten weten van dat we er binnen, dat we aan u denken. Oh, ze denken wel altijd aan mij, ja, dat word ik wel. Je bent collega's van elkaar, hè? Zij was een collega van mij. Ja, ja. Wie wisten, begreep ik. Ja, daar heb je ontwaakt. Ja. Bijzondere periode dit voor jou?
dit? Ja. Die corona? Ja. Ik vind het verschrikkelijk. Ja. Mijn man is er niet meer, maar ik ben ook blij dat hij dit niet meer met mag. Daar had hij niks van. Nee. Wie gaan we naar beneden houden? Nog even nog klaar houden. Die staat nog steeds beneden. Goed. Ja. Douwe de groeten. Douwe. En ik bel er wel in. Klopt. Ja. Mooi, hè? Mooi. Doei. Bedankt, bedankt. Geen dank. Ik moet elkaar zwingen, ik kan niet meer. Geen dank, nee hoor, is goud zo. Nou, dat was succesvol. Ja. Ze vond het wel mooi. Ja, ze vond het wel mooi. Ze was er ook een beetje emotioneel van. Ja, dat ja, was ik wel. Ja. 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 Maar mooi dat ze het mooi vond. Ze belde u nog even. Oh, dat kijk. Was de boodschap. Mooi. Bedankt u maar, ik bel er nog. Oké, okay. Nou, ja. Hartstikke mooi. Ja. Ja. Nou Marjolein, dan kunnen wij naar de volgende, denk ik. Ja, we gaan naar Westerlee. Naar en we gaan nu niet iets weggeven, maar we gaan iets ophalen. Dus. We houden het vast. Geef nooit op, God op de. Spring op fietsen en kop de deur. Geef nooit op, God op de. Spring op fietsen en kop de deur. Ik ben vandoor een beetje de pakketdans, zeg maar. Ja. Want ik ben met kerststukjes op pad. En zo zei Marjolein tegen ons van, doe eens die ook mee, maar nooit om wat ze brengt. Misschien hoef je niks te brengen, maar ik kan wat metnemen. Ja. Vertel eens. Ik heb een kerstpakket voor jullie. En die mag niet weggeven aan een dat het echt goud nodig is. Van waar dat geboren? Ja, waarom? Ik ben zo'n goudmens. Ik maak heel graag een keer in het jaar even iets weggeven, ooit verwen. Ik doe dat ook als iedereen bij mijn postbode. Dat is ook ja. Ziens, mijn vriendin. Ja. Nou, die loopt die dan een jongen. Krijgt altijd een cadeautje van mij. Dus je bent echt aan het pakken, begrijp ik. Ja, ik heb gewoon eens even van alles een beetje bij elkaar. En ik heb er eens een mooi deuzen voor gemaakt. Kijk weer wat in de deuzen zit en dan hebben we een mes. Ja, ja, prima. Kapje vuur. Ben ik ook heel blij ermee. Dan moet je de hele camera weer van de nek af hebben, ja. Natuurlijk. Ja. Dan gaat het even. Ja, en wat is het streng? Ja. Ik zal mijn fout nemen, Veken. Dat doe het zo. Ja? Nou. Ah, kijk, de rolletje zit erin. Er zit van alles in. En ja. Ik heb een leuke kerstkoord gewoon bij en dan staat ook niks in. Want wordt ingegooid, ken ik ook nooit. Nee. Dus. En een sapje. Slagroom natuurlijk, dus Robby. Ja. Nou, van alles. Een beetje een chippy, een pakje soep, noem maar op. En dat kunnen we zomaar metnemen. Ja, dat mag je zo metnemen. Ja. Jullie doen ook zo gauw eens met die kerststukjes van Koet. Ik denk, ik ga een deus in pakken. Ja. En dan komen jongens of Ronald of wie ook. Ja. En die mag die pakket aan iemand geven die het goud gebroken heeft. Goed. Pak ik deze? Oh. Ja. Doe ze wel gewicht, hè? Dat is een beste doos. Ja, dat is een beste. We zetten hem gelijk in met de bus. Iedereen zo. En dan zal ik zeggen van Hilly, dankjewel, hè? Graag gedaan. Ja. Mag mooi in de blide met. Doei. 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 Nou, jullie zijn vrij van school, hè? Wat ga je doen deze vakantie? Alleen maar paardrijden. Oh, wacht even. Wacht even. Alleen maar? Paardrijden. Alleen maar paardrijden? Ja. Heb je een eigen paard? Ja. Ja! Ja, zegt er iemand. En jullie doen nog een stoppertje, denk ik, of niet? Nee. Tja, dan maakt het een leuke vakantie van. Ja. Wat luxe. Hè? Ja. Goed, doe hè. Doei. Doei. Goeie vakantie. Ja, doei. Ze zeggen, home is where the heart is. Mijn hart, daar ligt altijd in het noorden. Als ik gewoon in staat of om mijn land zit. Dan is er niks voor ik mij nog aan kan storen. Hier hoor ik thuis mijn jong. En ik hoef er ook naar dat hij duurt mijn jong. En dan heb ik hier ook naar die... Voorzichtig, Ronald. Ja. Daar gaan we hem heel voorzichtig van weten. He? Het is ook moeilijk. En dat zonder zijwieltjes. Ja, het is als ik gewoon is daar op onderlaat. Ja, zet iets weer. Dan is er niks voor ik mij nog aan kan storen.
Ja, je hebt je vader inderdaad opgegeven, hè? Ja, dat klopt, maar niet mezelf. En die woont in de Dilgt. Mijn vader woont daar. Oh, je vader woont daar? Ja. Oké, dus hebben we hier hem afgesproken. Klopt. Waarop verdient jouw vader een leuk kerststukje? Oh, dat is heel simpel. Dat is gewoon een dikke loiver, een dikke schat. Ja. Als wij roepen, dan komt hij. En hij loopt heel beroerd, heel belabberd eigenlijk. En hij doet alles voor ons. Ja. Alles. Echt alles. Maar Wilma, ik heb de voorbereidingen eens goed doorgelezen. Want het staat allemaal op papier natuurlijk van hoe het in elkaar zit en waar ik allemaal heen ga. Ja. Want ik vind eigenlijk dat jij hem ook verdient. Ikke? Ja, want wat las ik in mijn voorbereiding? Jij denkt heel veel aan je vader. Alleen maar. Alleen maar. Ja. Maar denk je wel aan jezelf? Want ik las in die voorbereiding, je bent een zoon verloren. Ja, klopt. Auto-ongeval. Klopt. Groot FC Groningen-fan. Hartstikke, ja, F-side. Dat is een enorm verlies natuurlijk wat je draagt als, nog steeds, als modder. Nog steeds, ja, klopt. Ja, dat is heel zwaar. Dat wordt alleen maar zwaarder. Ja. Klinkt misschien gek, na bijna 10 jaar. Het erge is ook op mijn verjaardag gebeurd, 14 april. Dus het maakt het nog zwaarder. Ook voor mijn ouders natuurlijk. Maar ja, dat is gewoon niet te bevatten. En dan lees ik verder. Ja. En dan lees ik dat je man ook verloren bent. Ook dat nog, ja. 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 En dan denk ik van, nou, komt er ook nog een einde aan. Maar dan begrijp ik dat je moeder ook nog verloren bent. Ja, tussendoor, ja, inderdaad. Ja, tussendoor Patrick dan, mijn moeder en dan Rien. Ja. Klopt. Weet je, mijn vader die heeft net zoveel verdriet als nou ja, wij allemaal eigenlijk. En die blijft altijd positief. En je ziet hem nooit huilen. Hij is er gewoon altijd. Wil ik naar de begraafplaats, dan bel ik hem ook. Hij loopt heel slecht. Hij is er gewoon. Hij is er gewoon altijd. Ja. Want je vader is natuurlijk wel een kleinzoon ook verloren. Ja, dat heeft heel veel moeite mee, hoor. En ook een schoonzoon. Ja. Ja, en die kwam elke vrijdagavond altijd bij hem. Dus hij mist echt dat vrijdagavond pilsje. Want mijn man die ging altijd eerst naar mijn vader een pilsje drinken. En dan het tweede pilsje dronk hij bij het graf van mijn zoon. En wie heb je meegenomen? Ja, jullie luisteren allemaal een beetje mee op deze manier. Hoe gaan we het doen? Hij vindt vast leuk natuurlijk dat we langskomen. Hij kijkt er elke dag naar ons. Idee. Ja, en we kennen ook gewoon Grunnersproten ook nog. Ja, dat is allemaal mooi. Wij hadden bedacht dat mijn zwager en mijn zus, die hebben een zogenaamd een camper gekocht. Hebben ze niet hoor. Nee. Dus mijn zwager die gaat zo even naar, die heeft mijn vader al gebeld. Maar goh, we hebben een camper gekocht, pap. Kom je het zo even bekijken, anders valt hij in slaap. Okay. Dus die kan hem zo naar beneden halen. We moesten de bus hier neerzetten. Want we hebben opa, even zo mag ik hem wel noemen, dan geloof ik. Hè? Hebben we wijs gemaakt van dat jullie een camper laten zien. Dat we nou een camper gaan bekijken. Nou, het is natuurlijk een soort campertje. Dus ik zal zo zeggen van, ik pak de microfoon. Ja, bellen maar. Ja. Mooi weer, Erik. Mooi, ik sta hier beneden met de camper. Je hebt wel een jas aan doen hoor, want het is koud. Ja? Oké, tot zo. Mooi. De ideale schoonzoon, hè? Dat zie je wel weer, hè? Dag, Buk. Goeiedag. Ja. Ik heb een verrassing voor jou. Ja. Ik heb mensen voor je uitgenodigd om jouw zonnetje te zetten. Die zei ik al het ook. Ja, wie zei van wie zal de camper in laten zijn? Ja, ja. Je zegt dat was de smoes in elk geval. Ja, maar je hebt een moeite van moed. Nou, dit is eigenlijk alle familie. Want we hebben, zoals ze gisteren ook al zijn, maar doe best ook expeditie. Ja, 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 ik heb gisteren ook één. Mensen die kunnen aan haar opgeven voor een kerststukje. Ja. Ja. Jouw dochter heeft zich meld. Aha. Om jouw zonnetje te zetten. Ja. Even geboren. Hij moet maar in met hem. Hij moet maar in met hem, ja. Maar ja. We hebben ook jouw dochter wat gegeven. Want ik zei ook al tegen jouw dochter van, dit is natuurlijk ook een stoere periode. Ja, ja. En dat ze dan toch aan pa denkt in dit geval. Ja. Ja, ben ik ook blij mee. Maar ja, zo is het leven, mondje hier. We komen en begonnen. Het is hartstikke moeilijk zo, maar ja, je moet wel verder. Ook moeilijker nou in deze juist in deze periode. In deze tijden. Ja. Ja. Maar daarom hebben we jou verrast met een mooie kerstboom, hè? Ja. Ja. Huh? Ja. 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 Dit mensen denken dat de ambulance voorbij komt soms, zo flikkert hij. Ja. Ja. Dit is net een bordeel soms, zoveel lampjes heb je erin. Nou, wie hem dit metnomen? Dit is het koer ook, Max. Ja. Misschien zou je dat
Misschien zou je dat wel leuk vinden. Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Zit lampjes in? Ja, vind ik hartstikke mooi. Ja. Wil je zelf nog wat zeggen tegen je dochter of tegen je kinderen? Ja. Of dochters? Ik ben er hartstikke mee met. Met allemaal. Met de witte, schoonzoon. Ja. En kleine kinderen. Ze denken gaan we om jou. Ja. 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 En dat is mooi, hè? Ja. Ja. Doe, hè? Bye bye. Gaat hij te eerder. Het pakket van Heli. Hebben we hem over nagedacht. Maar gisteren waren we bij de weggeefkast ik in Beijen. Ik zag het, ja. He, je was er niet bij, maar je hebt dat gezien in ja, de uitzending. Ja. Er was namelijk iemand, jij was er ook niet bij het eerder, die was op zoek naar een weggeefkast. Die daar ergens in Beijen stond. Alleen die was verplaatst. Een beetje een kerstgedachte weer op nou, deze dat dacht manier. Ik. Ik denk, ja. Huppatee, we gaan ervoor. Maar goed, die hele weggeefkast ja. Is verdwenen. Dus ja, hij is hier in ieder geval niet. En toen bleek dus dat die weggeefkast naar de ondermaheerd was gegaan. En mm-hmm. Toen dacht ik van, hoe leuk zou het zijn dat we dat pakket daar neerzetten, ja. Marjolein. Dan weet je zeker dat hij op een goed plekje terechtkomt, ja. Toch? Goed idee. Ja, toch? Hij past er eigenlijk niet eens hij in. Hij past er niet in. We waren bij de weggeefkast. Ja. Ja. Ik dacht dat dit ook voor eten en zo was en drinken, maar dat is niet zo. Nee, dit drinken, dat... Oh, dat is voor eten en drinken? Ja. Dat er iemand ophalen tot die. Oh, er is wel een weggeefkast voor andere spulletjes. Ja. Zet wat hierin. Dankjewel ja, voor de tip. Had ik niet goed gezien. Nou, tot al opgelost. Ik denk dat we het erin gaan zetten. Blikjes in, ragout. Oh, heerlijk. Je maakt hier wel mensen mee blij, hoor. Komt geen einde aan. Ja. De hele kast zit in één keer vol. Mayonaise. Mijn favoriet. Nog meer? Nog meer. Suikerklontjes. Ook heel belangrijk. En tot slot. Cookies. Hilly, dankjewel. Nou, mijn favoriete bezigheid. Ja, je mag weer. Ja, we gaan koffie drinken en wilde van kateren. Zit wel een verhaal aan vast, begreep ik. Pieter en Jantje. Ja, klopt. Die wonen hier. Ja. En zij hadden eerst buren. Dat ja. Was Niels met zijn gezin. Maar die zijn weggegaan. En dat vindt eigenlijk iedereen wel heel jammer. Dat ze er niet meer zijn. En dat ze missen elkaar. Ja, dat de kinderen niet meer even bij de buren nee. Langs kunnen. Voor wat ranja en wat lekkers en zo. En de oude buurtjes, die hebben Pieter en Jantje dus opgegeven voor een kerststukje. Kijk, en Niels dat alles regelt natuurlijk. En Pieter en Jantje, die weten helemaal van niks. Die schrikken ze hartstikke dood, jong. Kijk, mooi! Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat een verrassing, ja. Ja, dit is TV Noord. Ja, dat zei ik wel aan jullie. Ja, wel bekend. Kijk, en dat is ja, Pieter. Ja, goeiedag, en Pieter. Mooi. Ik begreep van, jullie hadden geweldige buren. Ja. Dat was Niels en... Altijd al laat. Ja, oh. Want je bent begonnen. Je hebt Joden ook zo gewoond. Ja. Dat ging mooi, hè? Ook met, ja. Ook met de kinderen, hè? Hartstikke goed. Jullie vonden het leuk zeker bij, ja. De, ja, bij de buurvrouw. Deze knuppels. Ja. Ja. Vaak naar de buurvrouw toe? Ja. Ja? Glaasje oranje drinken? Ja. Ja. En dan komt het moment, Jantje, dat de honden verhuizen. Ja, man. Ja, dat is minstens de waan. Dan ben je niet zo gelukkig dat meer, hè? Dat vind ik mooi, hoor. Nee. 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 Niels het zegt van, ze verlangen eigenlijk een kerststukje. Want zij denken aan jullie. Ja, oh ja. Dan, mooi zo nou. Beste buren, hoor. Het waren beste buren. Alle beste buren. Ja. Mooi zo, dan kunnen we hem wissen omdat we nou even Niels in voor de camera kregen. Ja. Dan moet je gewoon hem achterblijven staan. Dan gewoon even wissen. Ja, want dat is zo jammer, Niels. Die moet blijven. Ja, dat is jammer, man. Ja, dat is jammer, ja. Verveeld. Ja, en alles te maken met die corona-regelgeving. Ja. Mogen we ons helemaal nodig als omroep. Ja. Maar doe ze eens van, wie mossen hier en meer, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja, we hebben altijd met plezier hier gewoond. Altijd goed contact gehad. Altijd, kon niet gek genoeg.
Stonden voor elkaar klaar. En nou ja, dat wilden we graag waarderen. Maar waarom ben je dan weggegaan, joh? Als het allemaal zo ja, vrijstaan, hè? Ja. Zijn jullie ver weggegaan? Nee, het is ongeveer 3 kilometer verderaf, aan het water. Ik heb Marjolein ook metgenomen. En Marjolein, die heeft wat bies, hoor. Kijk, dit is het stukje, dat duurt het bie. Gewoon neem als geboren, hè? Oh man, dat had hij helemaal niet gehoeven. En eigenlijk dus van Niels. Ja, en zo natuurlijk. Eigenlijk van Niels, ja. Niels, hallo. Oude meentast. Goed zo, ja, dankjewel. Kijk eens. Oh, dat is mooi. Ja, en Niels, woon je hier nou alleen of wordt er ook nog een vrouw bij? Nee, een vrouw. En waar is die vrouw dan? Ja, die staat helemaal het hoekje. Ja, die is aan het hoekje. Die moet er ook naar hem bij de... Ja, nee. Oh, kijk. Ja, mooi. Maar beschrijf die gezelligheid eens hier. Ja, gezelligheid, praterij, nou ja, vreterij, drinkerij, ja, altijd goed. Ja. Of zullen we misschien dan hem naar boeten zou gaan? Ja. Dan kunnen we afscheid nemen van het programma. Ja. Dan zijn we alles in met Marie. Ja. Dat heb jij ook hem gezien, dat is heel belangrijk. Kijk je wel eens naar het programma? Heb je... Ja, wel hè. Ja, wel. Oh, kijk jij altijd wel naar het programma? Dan weet je ook dat we aan het einde, dat we altijd het programma afsluiten. Vind je het leuk om dat te doen? Nou, ga ik toch nog een biestoon op 1,5 meter. Ik zal zo zeggen van, dit was hem, Expeditie Grun. Volgende week met de weer. Het is kerst, eerste kerstdag. Is ook zo, zotterdag. En zondag, tweede kerstdag. Dus ik zal zo zeggen, tot en met de kerst. Mooi, hè? Doe we zitten allemaal, hoor. Oké, mooi, hè? Mooi.